Het Montessori College in Amsterdam, dat is dus een school waar ik een heel grote nadruk heb gelegd op het lopen, op de dynamiek, op de mobiliteit in het gebouw. En natuurlijk heeft de brandweer om allerlei trappenhuizen gevraagd, maar die heb ik dan gewoon in hoeken gemaakt om die brandweer tevreden te stellen. Maar de grote mobiliteit van het gebouw is in die ruimte door trappen die zo ontworpen zijn dat je altijd net juist elkaar ziet. Dus niet alles zo boven elkaar trappen, hè? Maar juist zo en zo en dan weer zo en dan weer zo. Een van de bijzondere dingen aan dit gebouw en aan de ruimtes in het gebouw is vooral dat die gangen en die pleinen en trappen, dat zijn onderwijsruimte. En wat wij, de bruto-netto verhouding die je altijd hebt in een schoolgebouw of in welk gebouw dan ook, wij hebben de bruto-ruimte heel erg gebruikt om andere invulling te geven dan alleen een verkeersgang of alleen een plek om van de ene lokaal naar het andere te komen. Kan ik ook het beste laten zien. Deze gang is veel breder dan dat hij zou moeten zijn vanwege de brandweer of vanwege de verkeersstroom. En dat hebben we bewust gedaan. Dat kan ik hier mooi laten zien. In deze gang zitten werkplekken. Dit zijn de werkplekken voor de leerlingen. Ze pakken hun krukje erbij. Die staat dan in een lokaal of in de gang. En ze kunnen hier zelfstandig aan het werk gaan. Het centrale idee voor mij is dat een architect moet proberen ruimte zo te maken dat mensen daardoor elkaars paden kruisen, dat ze daardoor met elkaar in contact komen en dat kan ook, dat hoeft niet altijd positief te zijn, maar dat men onderhandelen. Elkaar proberen te begrijpen, hun eigen standpunten slijpen aan de ander. Wat ik natuurlijk eigenlijk wil, is dat de school op zich een stad is. En wat ik ook wil, is dat het gewoon door de stad erin doorgaat. Ik zie natuurlijk als droom, als grote droom, is natuurlijk de hele stad een school. En zie ik dat ook dat de hele school een stad is. We zitten er nu 6 jaar in en het meest praktische voorbeeld vind ik dat we al 6 jaar de boel aan het verbouwen zijn. En dat we aan het herinrichten zijn, dat we ruimtes aan het herverdelen zijn. En dat is niet omdat het slecht gemaakt is, dat is omdat het onderwijs vernieuwt en verandert. Omdat de doelgroep, de leerlingen die we hebben, variëren en steeds weer om een andere aanpak vragen. En het gebouw is een middel, is een voorwaarde, is een faciliteit om dat onderwijs te kunnen bieden. En dan moet, moet je niet vastzitten letterlijk aan muren. Dit is een lesbalkon. Nou, er zit ook een leerling te werken op dit moment. En op deze manier wordt het ook gebruikt. Het wordt individueel door leerlingen gebruikt. Het is ook de mogelijkheid dat docenten hier een presentatie laten geven. Er zitten allerlei faciliteiten om licht in te prikken of om een geluidsinstallatie op te hangen. Je kan er een toneelstukje op voeren, je kan er met een groepje gaan zitten werken. Er zitten faciliteiten om computers aan te sluiten, data aansluiting. Een school moet eigenlijk een epicentrum zijn van leerrijkdom, van mogelijkheden om te leren. En het gaat niet alleen om onderwijs, instructie, het gaat om leren. En leren is wijdser dan onderwijs. Leren is alles wat je aan prikkels, aan associaties binnenkrijgt. En daar kan de leraar bij helpen en dan kan de ruimte moet daar ook bij helpen.